Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben vandaag op bezoek bij het kinderwenscentrum Tamre in Madrid in Spanje. En ik praat met Inge Kormelink. Zij is hier eigenlijk aan het roer van deze prachtige locatie waar ik vandaag ook een rondleiding heb gekregen. En ik vind het wel leuk om met jou even verder te babbelen over waar Tamre voor staat. Wat jullie allemaal doen voor voor de stellen die hier komen met een onvervulde kinderwens. Want soms lukt het dus niet op de natuurlijke manier. En dan ga je op een gegeven moment toch denken van oké, hoe kan ik de natuur een handje helpen? En dan is een optie zoals bij jullie er eentje die ik aan het onderzoeken ben. Van is dit inderdaad een plek waar je dan heen zou willen gaan? En, ja, zeker. Ja. Nou, absoluut. In eerste instantie was het leuk dat je hier bent natuurlijk. Want de moeite heb genomen om naar Madrid te komen. Naar onze kliniek om te kijken hoe we werken en ons team te leren kennen. Misschien eerst iets over Tamre zelf. Hè. We bestaan al, dat is vrij uniek, we bestaan 40 jaar. Dus eigenlijk wanneer de eerste IVF baby was geboren, hè, is ook de Clínica Tamre opgericht. Dat is gebeurd door dokter Pedro Caballero. Dus die stond eigenlijk ook aan de wieg van die hele ontwikkeling. Inderdaad. Wat me opviel toen ik zelf met mijn vruchtbaarheidsbehandelingen bezig was, en dat was natuurlijk in het ziekenhuis, dat het een hele andere setting is waar we nu zijn. He, dit voelt echt meer als een, een zachtere, welkomere omgeving. He, dat zie je ook letterlijk aan het interieur en de mensen, hoe ze erbij lopen. Ik voel me geen patiënt. He, je noemt het wel patiënten, maar het is gewoon veel menselijker. Ja, dat klopt zeker. En dat is ook zeker denk ik door al, gezien dat ik jarenlang al werk en ook in de fertiliteit zit. Ik ben zelf ook IVF-patiënt geweest. Dus de hele ervaring die ik zelf ook meegemaakt heb, dus ook in het ziekenhuis, dat je soms misschien zelfs wel een nummer voelt. Die heb ik allemaal meegenomen hier in ons kinderwenscentrum. Ja. Dus vanuit je eigen ervaring, hè, want je bent zelf tegen een hoop misschien ook frustratie aangelopen, ben je dus aan de slag gegaan ook hier in dit centrum om daar verbeteringen te maken. En ik moet zeggen, dat zie je terug. Hè. Dat voelt gewoon echt een vrouwelijke touch, om het zo maar te zeggen. Ja. Een kliniek die door een man is opgericht, denk ik niet dat een man dit zou bedacht hebben. Dus complimenten daarvoor. En wat zijn nu echt de verschillen met een fertiliteitscentrum in Nederland ten opzichte van hoe jullie dat hier doen in Spanje? Ja, nou ik denk in eerste instantie is het patiënten of de patiëntenprofiel. In Nederland is vaak de mensen die voor de eerste keer IVF gaan doen. En het is gewoon zo, ik ben zelf ook patiënt geweest. Als je een standaard patiënt bent voor IVF, dan, dan zijn de artsen gewoon heel erg goed. Dan kan je heel goed uitstekend terecht in Nederland. Maar het is wel zo, bij je inderdaad we noemen het meer complex geval. Dus bijvoorbeeld herhaalde miskramen, innestproblemen of bijvoorbeeld genetische ziektes of zelfs anonieme eicellenatie, dan is de stap naar buiten wel heel snel gemaakt. Mm-hmm. Natuurlijk is ons eerste doel, het hoofddoel is altijd een gezond kindje voor al onze patiënten. Maar ook daarnaast dat het hele patiëntentraject zo aangenaam mogelijk is. Ja. Dus hoe doe je dat? Ja, vanaf het eerste contact, als bijvoorbeeld Nederlands komen is in eigen taal. We hebben een heel patient care team die de mensen ook begeleidt door dit hele traject heen. Mm-hmm. En dat mensen toch daar zo'n goed gevoel hebben. Ja, dat je geen nummer voelt of telkens weer opnieuw je verhaal moet vertellen, want dat had ik inderdaad ook. En dan heb je een andere gynaecoloog en dan heb je zoiets, lees mijn dossier dan. Nee, het is allemaal wel hier super goed georganiseerd. Hè? Dus echt heel goed georganiseerd. We gaan echt onderzoeken, hè, wat is nou fout gegaan in het verleden? Wat kunnen en moeten wij anders doen? Om zo een best mogelijk behandelingsplan te hetzelfde weer gaat herhalen wat je inderdaad al hebt gedaan. En dan een nieuwe uitkomst zou verwachten. Ja, precies. Ja. En dan zie je ook dat het gewoon werkt. Want we hebben gewoon een ontzettend hoge slagingspercentage. Dus dat die combinatie van dus de laatste technologieën, wetenschap, de ervaring die we hebben van 40 jaar. Maar ook daarnaast ook de persoonlijke behandeling. Dat is gewoon heel succesvol. Ja, en wat doen jullie anders? Wat anders is in plaats van een driedaagse embryo transfer doe je dat na 5 dagen pas? Ja, klopt. In dag 5 doen we dat. Maar ik denk het allerbelangrijkste is toch wel het eerst onderzoeken welke factoren zouden een gezonde zwangerschap kunnen verhinderen of belemmeren. Mm-hmm. Dus onderzoeken de mannelijke factor, daar heb je dan een aantal testen voor. Dat kan geavanceerd zaadonderzoek zijn. Bij de vrouwen natuurlijk tijdvenster, wat is de beste dag voor transfer, als daar een indicatie voor is. Genetisch onderzoek natuurlijk naar het embryootje, of het geen chromosomale afwijkingen heeft. Maar ook de gezondheid van de vrouw, daar kijken jullie dus ook naar. Hè? Want absoluut. Dat vind ik heel belangrijk. En wat we veel zien is schildklierproblemen. Ja. Dat hoorde ik dat jullie dat ook regelmatig tegenkomen. Klopt. Ja, want dat is ook wel, dat merk ik ook als
hier komt, wij zijn heel erg betrokken met de patiënt, maar ook niet alleen om ze een gezond kindje te laten krijgen, families te helpen bouwen, maar ook dat ze nog zo lang mogelijk leven, in ieder geval minimaal 50 jaar. Ja, dat je ook gewoon gezond oud wordt. Ja. Inderdaad, ja. Dus wij helpen eigenlijk gezonde families creëren. Dat vind ik heel erg belangrijk, dat je inderdaad eerst kijkt, inderdaad, wat is de huidige status van vitamine, mineralen, hoe werkt mijn schildklier, en misschien kun je in de toekomst zelfs nog de darmwerking, hè, want die is ook weer belangrijk voor het immuunsysteem meenemen. Ja. Ik weet niet of jullie dat al doen, maar dat vind ik dus wel een groot verschil met een fertiliteitskliniek, of ja, behandeling in het ziekenhuis ten opzichte van een kinderwenscentrum. Ja. En of je daar nou nu voor naar Spanje moet of dat op een andere manier doet. Maar ik denk, ik ga daar wel naar kijken wat de verschillen zijn. Hè. Als je hebt de keuze, ook voor je behandelingen die bijvoorbeeld in Nederland, of in ieder geval Nederland, kunnen ook hier gebruikt worden, heb ik begrepen. Klopt. Ja, ze dus vier verzekeraars. In Nederland heb je dus recht op 3 en ik geloof zelfs op 4 behandelingen vergoed. Nou, wij werken gewoon samen met alle verzekeraars. Dus maar het is goed om te weten. Zeker, absoluut. En natuurlijk, de Nederlandse gezondheidszorg is in principe gewoon heel erg goed. Maar altijd zolang maar binnen bepaalde parameters valt. En dan ben je geen standaard IVF-patiënt, dan wordt het al snel heel erg moeilijk. Dus als je dan last hebt van herhaalde miskraam of inlichtingproblemen of genetische ziektes, of anonieme eisdonatie, dan is de stap naar buitenland wel snel gemaakt. Ja,